Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je weer vertellen welke boeken ik heb gelezen in de maand oktober. Ik heb in oktober 5 boeken gelezen. Ik heb het idee dat ik er wat minder makkelijk doorheen kwam met lezen. Maar ik heb er uiteindelijk toch nog 5 weten uit te lezen. Ik weet niet, ik was soms gewoon een beetje moe en dat ik dan dacht van, oh ja, weet je, dan kon ik mijn hoofd niet helemaal bij het verhaal houden. Dus dan stopte ik eerder met lezen. Dus vandaar dat ik er wat minder goed doorheen kwam. Maar goed, toch 5 boeken en ik vertel je graag welke boeken dit zijn en wat ik van deze boeken vond. Mocht je benieuwd zijn naar de boeken die ik heb gelezen, zou ik zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Zeg Ja, geschreven door Elle Kennedy. Dit boek is eigenlijk ook wel een beetje hilarisch. Dit boek gaat over Emilia. En zij heeft een best wel druk weekend voor de boeg, want haar beste vriendin gaat trouwen. En zij is maid of honor van haar beste vriendin. Ze vindt eigenlijk dat ze wel een verzetje kan gebruiken, want ze heeft best wel een drukke baan in het normale dagelijkse leven. En om alle stress een beetje te vergeten, vindt ze dat ze eigenlijk wel wat plezier met iemand verdient. Ze is buiten de stad, maar ja, de nieuwe technologieën die bieden natuurlijk heel veel mogelijkheden. Dus ze besluit om op een app te gaan waar ze dus kan swipen naar iemand die ze wel of niet leuk vindt. Dan raakt ze eigenlijk een knappe jongen op via de app. En dan blijkt ook nog eens dat ze in hetzelfde hotel verblijven. En ze willen eigenlijk allebei heel weinig over zichzelf vertellen. De jongen die past wel helemaal in haar straatje, dus is ook wel haar type. Dus daar kan ze wel plezier mee gaan beleven. Deze man heet Dirk. En ze hebben gewoon eigenlijk een leuke nacht, om het maar zo te zeggen. En de volgende dag is dan de bruiloft van die beste vriendin. Alleen als zij de volgende dag op die bruiloft verschijnt, lijkt haar one night stand eigenlijk verdacht veel op de bruidegom. Dus zij wordt helemaal hysterisch van, hoe kan dit? En ze is helemaal bang dat ze dus met de bruidegom heeft geslapen. Nou, uiteindelijk is het niet waar gelukkig, want de bruidegom heeft een tweelingbroer. Ze zijn tweeëiig. Nee, eeneiig, sorry. Ze lijken zoveel op elkaar, waardoor ze dus eigenlijk een nacht heeft doorgebracht met de broer van de bruidegom. Ik vond het zelf wel een heel erg leuk verhaal. Het las wel makkelijk weg. Ik vind de boeken van Elle Kennedy op zich wel heel erg leuk. Ik laat in het midden of ze elkaar daarna nog eens gaan zien of dat het hierbij blijft. Ik vind dat je dat zelf moet ontdekken, maar ik vond hem in ieder geval wel heel erg leuk om te lezen. Dus voor mij zou het een aanrader zijn. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Verovering, geschreven door Kristen Callahan. Dit boek gaat over Anna Jones en er is eigenlijk maar één ding wat ze zo snel mogelijk wil doen en dat is afstuderen. Verliefd worden op Dre Baylor, die het quarterback is van het voetbalteam, staat absoluut niet hoog op haar verlanglijstje. En dat is ze ook absoluut niet van plan. Drew is eigenlijk een hele leuke jongen. Hij is heel charmant, maar staat altijd in de aandacht. En als hij volgend jaar voor een profteam zal gaan spelen, zal die aandacht alleen maar meer worden. Anna ziet dat helemaal niet zitten, dus ze scharrelt inmiddels wel met deze jongen, maar voor haar moet het daar ook bij blijven, want een relatie ziet ze absoluut niet zitten. Drew, in tegenstelling, wil juist wel meer. Hij vindt alles leuk aan Anna, ze is slim, ze is mooi en ook niet op haar mondje gevallen. Hij is als voetbalspeler gewend om niet op te geven en hij zal alles op alles zetten om zijn doel te bereiken. Zijn doel is dus om het hart van Anna te veroveren. Maar of hem dat lukt, dat is dus de grote vraag eigenlijk in dit verhaal. Want de 5 regels van dit verhaal zijn ook, of 4 regels, sorry. Ze zoenen niet, ze blijven niet bij elkaar slapen, ze vertellen het ook aan niemand en ze worden ook niet verliefd. Maar goed, Drew ziet daar toch iets anders in als Anna, dus of ze bij elkaar komen, dat is de grote vraag die ik niet ga verklappen.
Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Verleiding. Deze komt ook uit de Kristen Callahan reeks. Dit boek gaat over Evie McKenzie. Zij baalt heel erg als ze hoort dat haar vader haar geliefde roze auto heeft uitgeleend aan een van zijn voetbalspelers. Het is namelijk zo, Drew, die ik net in het vorige boek benoemde, heeft zijn been gebroken en kan op dat moment niet in zijn eigen auto rijden. Waardoor eigenlijk een van zijn beste vrienden zegt, je mag mijn auto gebruiken, want dat is een automaat geloof ik. En dat rijdt dan iets makkelijker voor hem, waardoor hij niet hoeft te schakelen. Maar hij heeft zelf een auto nodig en de coach zegt dus, je mag de auto van mijn dochter wel lenen. Want Evie zit op dat moment in Londen bij haar moeder. Als Evie hoort dat haar vader die auto heeft uitgeleend, stuurt ze een appje naar de speler Gray Grayson. Want die heeft dus haar auto. En daarin staat dat hij heel voorzichtig moet zijn met haar geliefde auto. Want ze is er heel zuinig op. Voor ze het weet zit ze eigenlijk de hele reis met Gray te appen. En dat blijkt eigenlijk heel bijzonder gezellig te zijn. Als Evie dan terugkomt uit Londen ziet ze Gray voor het eerst. En het is eigenlijk gelijk duidelijk dat er chemie is tussen hun. En het blijkt gewoon net zo goed te klikken in het echt als via het appen. Gray valt eigenlijk al vrij snel voor de mooie en gevatte Evie. Maar zij heeft eigenlijk de regel dat ze niet wil daten met cliënten van haar vader. En ze is eigenlijk vastbesloten om zich daaraan te houden. Het wordt wel steeds lastiger naarmate ze meer tijd doorbrengen. En het wordt steeds groter om de verleiding te weerstaan om alleen vrienden te blijven. Ik ga het hier ook bij laten. Er gebeurt heel veel in dit boek. Er gebeurt ook iets wat gewoon echt heel, wat ik best wel heftig vond om te lezen. Maar ik vond dit wel een heel mooi boek. Ik geloof dat dit boek me ook meer heeft aangesproken dan het eerste deel. En je hoeft ze ook echt niet allemaal te lezen als je dat niet wil. Maar ik vind het dan toch leuk om zo'n hele reeks compleet te lezen. En kan wel verklappen dat ze bij elkaar komen. Want dat zal ik in het volgende boek ook vertellen. Want het volgende boek is ook uit deze reeks. Maar ik vertel je niet wat er dus gebeurt. Waarom ze dus het zo'n moeilijke weg is om bij elkaar te komen. Het laatste boek uit deze reeks is het boek Verlangen, geschreven door Kristen Callahan. En deze reeks heet trouwens Game On. Dit deel gaat over Ethan Dexter. Hij is een van de sterspelers van de NFL. En hij ziet er met zijn tatoeages, gespierde armen en zijn volle baard een beetje uit als een rockster. Hij zou eigenlijk met deze look elke vrouw krijgen die hij zou willen. Maar er gaat een groot gerucht, Dex zou namelijk nog maagd zijn. Er is eigenlijk maar één vrouw die hij wil en het probleem is dat het het schoonzusje is van zijn beste vriend. Het meisje wat hij graag wil is Fiona McKenzie. Ze vindt Dex eigenlijk wel heel erg aantrekkelijk en leuk, maar ze ziet het leven van als vriendin van een profsporter gewoon totaal niet zitten. Ook daarnaast is het feit dat Dex en zij aan hele andere kanten van het land wonen, dus de zij vindt ook, zeg maar, de afstand vindt ze gewoon een ding. Lange afstandsrelaties ziet zij dus gewoon niet zitten en het maakt de kans op een gebroken hart veel te groot. De vraag is of Dex en Fee nog zonder elkaar kunnen. Ze kenden elkaar al een beetje en ze zijn elkaar eigenlijk na jaren weer tegengekomen doordat ze gaan logeren bij Gray en Evie. Hun hebben net een kindje gekregen en daar gaan ze dus even logeren. En ze trekken dus ook wat meer met elkaar op. Fiona heeft wel heel erg het in zich om weg te lopen als er problemen zijn. Zo heeft ze een baan die ze eigenlijk helemaal niet leuk vindt. En ze staat erom bekend dat ze overal snel de brui aan geeft. Dus de grote vraag is, kunnen ze het oplossen? Ondanks dat ze elkaar heel erg leuk vinden om toch de stap te maken om bij elkaar te komen. En kan Fiona haar angsten overwinnen? En dat is eigenlijk een beetje de grote vraag in dit boek. Dit boek vond ik ook wederom heel erg mooi. Uiteindelijk vond ik de serie gewoon heel erg leuk. Maar de tweede en de derde boek, die vond ik persoonlijk wat sprekender als het eerste deel. Maar goed, dat is gewoon een kwestie van smaak en mening, denk ik.
Het laatste boek wat ik heb gelezen is van E.L. Todd. En dit boek heet Als je bij me bent, komt uit de Voor Eeuwig reeks. En dit boek is deel 16. In dit boek stort Sheen helemaal in. Hij kan de paranoïde en het constant over zijn schouder kijken eigenlijk compleet niet aan. Hij heeft het gevoel dat hij nooit meer veilig zou zijn. Hij denkt dat hij zich nooit meer heel zou voelen. Scarlett, zijn vrouw, zegt dan iets wat alles in perspectief zet en voor het eerst in tijden kan hij dan weer vrij ademen. Conrad die amuseert zich inmiddels met Lexi, alleen zijn vader heeft dan een serieus gesprek met hem en vertelt hem dat vaste relaties niet zo vreselijk zijn als wat ze lijken. Misschien dat het wel werkt met de juiste persoon. Conrad die heeft er een beetje maling aan en slaat eigenlijk compleet het goede advies van zijn vader in de wind. Want hij heeft zoiets, ik wil nooit meer een relatie. Ik vind dit wel prima wat ik nu heb. Trinity en Slaty hebben weer eens ruzie. En het wordt dit keer wel echt heel erg opgeblazen. Het zal eindigen op een manier die geen van beiden kon vermoeden. En de vraag is of ze in staat zullen zijn om dit te boven kunnen komen. Ward en Kaysen die haten elkaar inmiddels meer dan ooit. En als Ward dan iets onvergeeflijks zegt, wil Kaysen hen de nek omdraaien. Sky die zet ze dan eigenlijk bij elkaar en dwingt ze om hun problemen uit te praten. En dan komt Kaysen tot de ontdekking dat hij iets van Ward niet wist. En waardoor die Ward in een heel ander licht gaat zien. Waardoor ze uiteindelijk toch een soort van met elkaar door één deur kunnen. Clementine bereidt zich inmiddels voor op de geboorte van haar babytje. Maar wanneer ze haar eerste wiegje krijgt, realiseert ze zich dat ze het eigenlijk helemaal niet in haar eentje in elkaar kan zetten. Na verschillende pogingen gedaan te hebben, geeft ze het op en begint ze te twijfelen aan de bekwaamheid als moeder. Dan komt er iemand langs die eigenlijk al haar angst wegjaagt en die haar dan helpt en de juiste woorden tegen haar zegt, waardoor ze het ineens allemaal weer heel erg ziet zitten. Verder ging zij ook op huizenjacht in dit boek, want ze moet eigenlijk een groter huis hebben omdat het flatje waarin ze woont niet groot genoeg is voor een kindje en haarzelf. Maar of dat gaat lukken, dat is de grote vraag. Dus daarvoor zou je het boek echt zelf moeten lezen. Ik geniet heel erg van de boeken. Ik weet dat inmiddels deel 17 ook al verkrijgbaar is. Ik heb hem nog niet. Ik heb hem ook nog niet gelezen. Maar ik kan bijna niet wachten om die te gaan lezen. Want ik vond het echt weer een fantastisch deel. En ben heel erg benieuwd hoe dit verder gaat. Dan waren dit weer alle gelezen boeken van oktober. Eigenlijk vond ik alle boeken wel heel erg mooi. Oké, ik was bij de boeken van Kirsten Callahan iets sceptischer, omdat ik het eerste deel, daar kwam ik een beetje moeilijk doorheen. Maar dat komt ook een beetje omdat ik gewoon niet in de sportwereld zit, dus dat allemaal een beetje lastig vind, maar ik heb er wel heel erg van genoten. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij een van deze boeken zou willen lezen, of dat het absoluut geen boeken zijn die je interesseren, dat kan natuurlijk ook. Ik heb er inmiddels in ieder geval weer heel erg van genoten en ik hoop dat je het leuk gevonden hebt om te horen wat ik van deze boeken vind en of ik je ze zou kunnen aanraden. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf op die rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online staat. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!